Ik was trouwens ook nog vergeten om te melden dat ik nog een cadeautje heb trouwens voor Sanne. Ze weet niet wat erin zit. Ze weet wat erin zit. Maar het is een tegeltje. Maar ze weet niet wat er op die tegeltje staat. Maar er staat een hele leuke tekst op. En zoals... Super tof dat je kijkt naar Groene Vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben nou richting werk toe en zie dat mijn camera niet scherp is. Maar ja, het is ook donker naar buiten natuurlijk. Vandaar dat is de reden ervan, denk ik. Hopelijk dat dat het moet is. Ik ga nu lekker richting werk toe en dan ga ik lekker werken. En dan gaan we een leuke dag van maken in ieder geval. Ik ga vandaag bij iemand anders eten, maar bij wie ga je zo meteen wel horen. En ja, nu maar lekker weer richting werk. En dan einde van de middag ga ik iemand ophalen bij Jean. Ik heb gisteren natuurlijk al gemeld dat ik ben. Sanne dus. Dus ik ga nu al lekker richting werk. Ga ik vrijjes werken. En dan gaan we het dan maar even lekker doen. Het is nog heel vroeg. Ik sta net te kijken, want als ik ergens voorbij loop, kan ik elke keer zien wat de temperatuur is van vandaag. En vandaag is de temperatuur 3 graden. Enorm koud, maar ja, kunnen we niks aan doen. Ik heb echt zin in de zomer, ik kan nu al niet wachten. Geef mij maar de zomer. Kan je ook wel vertellen, waar ik nu werk ik al begin van de zomervakantie al in 10 jaar. Dus toen ik 15 werd, ben ik daar begonnen. En ik ben daar vast zou blijven pakken. En dan kan ik ook vertellen, maar misschien weten jullie het, sommige mensen al, die vanaf het begin kijken of halverwege kijken, maar ik heb het er heel veel over gehad. Die werk waar ik nu zit, zie ik al toen ik stage ging lopen en dan was ik 14, geloof ik. Dus dat is al 11 jaar geleden. Dus ja, dat zou ook kunnen. Ja, kan misschien wel kloppen. 11 jaar geleden begon ik daar als stage waar ik nu zit en daar heb ik een baan van gemaakt. En ik weet ook nog, dat weet ik ook nu, denk mijn moeder denk ik ook vast weet. Heb ik aangevraagd bij mee, geloof ik, als ik goed heb, bij URV, URV, een van die twee was het. En die zeiden van, we kunnen geen werkplek voor je vinden. Terwijl ik al werkplek had, dus algemeen had ik geen werk kunnen krijgen. Dus. Maar ja, en toch alsnog heb ik werk, gelukkig. Maar ja, dus dat ga ik ook nu doen. Lekker werken. Dus dan laten we hem lekker naar mijn werk toe lopen. Let's go. Zo, ik heb een wasje aangezet. Het is al middag, uur of 2. En ik ben even dingen aan te doen. Even heerlijk aanrecht schoon gemaakt. Dat is even gebeuren. En over een paar uurtjes, want het is nu 14:33. Namelijk, het is 2:30 geweest. En een uur of 4 komt Sanne al deze kant. Is Sanne al wat ik zei. En dan ga ik al haar ophalen. Dan gaan we hierheen. Gaan we wachten. En dan gaan we naar mijn vader. Want we gaan bij mijn vader eten namelijk. Voordat ik ook naar mijn vader ga, ga ik ook nog even pinnen. Waarvoor? Ik wil elke keer, wat ik al een keer eerder heb gemeld, elke peuken die ik, pakje die ik rook, die eigenlijk niet meer rook, je geld daarvan wil ik in mijn spaarpot doen, die hier staat. En hier heb ik al een tientje namelijk. En zo ga ik geld sparen en wil weten hoeveel geld ik eigenlijk dan over heb. Waardoor als ik niet gerookt heb, tot een week zit ik op 48 euro in een week. Echt bizar. En er zit iemand achter mij. Ineens, zo wou zitten. Jij zit te mouwen. Hé? Wat is er nou? Wil jij aandacht? Wil jij aandacht kosten? Hé? Boef. Kom jij aandacht tekort? Hé? Kom jij aandacht tekort? Nee? Kom jij aandacht tekort? Kom jij aandacht tekort?
Kijk hem zitten dan. Hè? Ja, lekker hè, bij me zitten. Ja, ik wou net gaan zitten, lekker. Echt net letterlijk. Het is wel een heel klein beetje voelde dat iemand achter me zat. Anders had ik hem echt op hem gezeten. Oh. Nou, dat was niet aardig geweest voor mij. Maar ja. Die gaat er echt onverwacht voor een poten lopen ook gewoon. Dus hij is gewoon... Je loopt gewoon voor je voeten, hè, Ganya? Ah, zie je lekker te spinnen. Zie jij lekker te spinnen, jongen. Zie jij lekker te spinnen, jongen. Hé? Zo. Maar ik heb wel geweest, toch zeggen. Het moest gewoon even gebeuren. Ik dacht, weet je, het is ook lekker fresh. Als Sanne komt ook natuurlijk. Dat het even hier schoon is. Ja. En dan moet ik, ga ik over een paar minuutjes wachten, maar tot Sander maar is. Ja. Ik zat trouwens leuk en aardig af en toe nu vandaag lekker bier ook aan te zetten. Maar dan is zeg de begeleider gisteren of eergisteren van... hoe ga je trouwens nu bier ook halen? Als alle winkels dicht is. Ik dacht, shit! Dat is waar! Dus wat moet ik nu doen? Ik moet het eigenlijk helemaal rustig aandoen met mijn... Wier ook. Nou, af en toe ga ik dan naar de vader steken, maar ik heb nu al genoeg. Maar je moet hier natuurlijk nu wachten tot alles weer open mag. Oh mijn god, en het wordt waarschijnlijk ook nog verlengd ook nog. Zit ik heel lang zonder wier ook. Niet dat dat een probleem is, kan nog erger. Maar, want ik heb nu mijn laatste pakje open namelijk. Terwijl dat ik eigenlijk normaal... voorraadje haal. Maar ja. Kan er niks aan doen. En anders zonder maar even keer zonder wier ook. Ja, ik moet er geen probleem van maken. Maar ik even eerst niet bij stilgestaan. Wat ineens gemeld is naar mij eigenlijk. Maar ja. Nu maar voor een uurtje wachten ongeveer. Tussentijd ga ik ook even lekker een bakje koffie maar zetten. En... ja, ik ben over alles gedaan. Ik heb de was, mijn werkkleuren snel gewassen. Ja, kleren, dat hoef ik niet te doen, want het is nog niet nodig. Ja, verder zou ik niet weten wat er moet gebeuren. Ik heb niks te doen eigenlijk. Ja, dat is ook een stukje lekker. Helemaal niks te doen. Lekker relaxed. Alles schoongemaakt. Hier en daar. Stofzuiger gedweld. En sta je dan? Ja, ik had. Oh ja, dat kan ik nog wel doen. Beetje hier de laadjes opruimen misschien. Maar ik heb nu geen nut, want ik heb nu een uurtje. Want dan komt Sanne al namelijk. Maar ja, ik ga even kijken hoe en wat ik ga doen. Maar dan laat ik jullie wel weten. Eerst lekker bakken koffie. Ook nog vergeten om te melden dat ik nog een cadeautje heb trouwens voor Sanne. Ze weet niet wat erin zit. Ze weet wat erin zit. Maar het is een tegeltje. Maar ze weet niet wat er op die tegeltje staat. Maar er staat een hele leuke tekst op. En zoals jullie ook net al gezien, lekker shotje van buiten. En ja, het ziet er gewoon zo mooi uit. Ik ga daar nog een shot nemen. En dat gaan jullie nu. Zo, ik ben nou richting station toe, want ik ga Sanne natuurlijk ophalen. En het is ongelooflijk koud, want het is 4 graden. Ik denk dat jullie ook al zien dat ik aan het trillen ben. Echt kapot koud. Niet normaal. Maar ja, ik ben nu onderweg naar station toe, want over een paar minuutjes staat ze bij station. Over 11 minuten. Oh, helemaal een minuut. En ik krijg een berichtje binnen, hoor ik. Maar laten we nu naar het station toe gaan. Ik ga
gaan we het zon ophalen. Zo, wij zijn nu alweer richting huis. Ik heb even bij mijn vader gegeten. Dat is heel lang geleden. Zo, ik zat er zo. We waren zo snel dingen aan bezig. Ik was even snel naar de winkel gegaan en toen even weer naar huis. En ja, toen was ik helemaal vergeten nog dat ik het nog moest vloggen. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Maar niet echt heel bijzonders. In ieder geval, en we zijn toen naar mijn vader toe gegaan. Ik vraag me af wat die auto doet. Oké, okay, gaat die kant op. Hey! Dus we gaan nu naar huis toe. Lekker. Lekker warm thuis. Want het is ongelooflijk koud. Het is gewoon. Temperatuur min 3. Min 3? Gevoelstemperatuur. Wauw, echt koud. Niet normaal. Lijkt wel dat het kouder alleen maar gaat worden ook. Ja? Ja. Heb je dat gevoel niet? Klimaatverandering. Ja, dat heb ik soms echt idee. Maar we gaan nu richting huis toe. Papa, hoepers. Hey. Dus, ja, laten we naar huis gaan. En lekker warm thuis. In ieder geval. Zo, ik heb alles al lekker weer dicht gedaan. De rolgordijnen. En nu ga ik klaarmaken om lekker te slapen. En dan wil ik eigenlijk alweer jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk genoten hebben en leuk vonden. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers weer gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik, wat ik wil doen is even dadelijk even al die kastjes daar zo schoonmaken. Maar dat gaan we zo meteen doen. Maar wat ik eerst ga doen is dat ik achter het scherm wat dingen doen. En dan ga ik